Majesteit, dames en heren. Na deze buitengewone vertoning is het mijn genoegen om onze volgende gastspreker aan u voor te stellen. Professor Hilde Verbeek van de Universiteit Maastricht. Hilde Verbeek is hoogleraar langdurige zorgomgevingen aan de afdeling Gezondheidsdienstenonderzoek, faculteit Geneeskunde, Gezondheid en Levenswetenschappen. Ze is tevens vicevoorzitter van het Living Lab Ouderenzorg, een interdisciplinair en formeel samenwerkingsverband van de Universiteit Maastricht met 9 organisaties voor langdurige zorg, Zuid Hogeschool en 2 instellingen voor beroepsonderwijs. Al meer dan 20 jaar functioneert het Living Lab als een infrastructuur die wetenschappelijk onderzoek in langdurige zorg bevordert, in co-creatie met eindgebruikers, waaronder ouderen en hun familieleden, zorgprofessionals, beleidsmakers en opleiders. Het netwerk omvat ongeveer 185 instellingen voor langdurige zorg, zoals verpleeghuizen, woonzorgcentra en groepswoningen, evenals professionele thuiszorg, en bedient ongeveer 50.000 cliënten en steunt op meer dan 27.000 medewerkers. De titel van professor Verbeek's presentatie is Innovatieve woonvormen voor ouderen, hoe de omgeving bijdraagt aan het dagelijks leven. Collega, ik geef u het woord. Geachte majesteit, geachte collega's, het is mijn grote eer hier te mogen spreken en uitgenodigd te worden om te vertellen over woonvormen. En om even aan te geven, ons onderzoek en waar ik over ga presenteren is mede mogelijk gemaakt door onze ouderenadviesraad, de ouderen en hun naasten en degene voor wie ze zorgen. In het hart van onze werkplaats staan de ouderen en hun naasten en met ons wetenschappelijk onderzoek hopen we de kwaliteit van leven en de kwaliteit van leven van naasten en medewerkers te verbeteren. En een van de grootste vragen die ik altijd te horen krijg is, ja, waar moet ik nu wonen als ik ouder word? Iedereen wil zo lang mogelijk thuis wonen, maar wat betekent dat? En is thuis het huis waar je altijd hebt gewoond, of is dat wellicht op een gegeven moment niet de beste omgeving om te wonen? En dat is wat wij met ons onderzoek proberen te onderzoeken. En ik zal u de komende 15, 20 minuten meenemen in wetenschappelijk bewijs wat daarover is en een stukje rondom de toekomst. We zien grote veranderingen in de ouderenzorg die deze ochtend door diverse sprekers ook zijn aangehaald. Het gaat om het wonen en het leven. Het leven in woonzorgcentra en verpleeghuizen wordt heel belangrijk. En het gaat daarbij om de kwaliteit van het leven, het welbevinden, het mentaal welbevinden. Hoe voel je je? Hoe voel je je nog bijhoren ergens? Het gaat ook om je thuis voelen. Wat is thuis voelen? Het gaat erom eigen regie kunnen houden. Ik hoorde het uw koningin ook zeggen vanochtend. Het is zo belangrijk. Eigen keuzes te mogen maken. En dat zit hem in kleine dingen, maar ook in de grotere dingen. Uit wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen decennia zien we dat ook de fysieke omgeving, dus de gebouwde omgeving, van grote invloed is op hoe mensen functioneren in de woning. En dat kan bijvoorbeeld bestaan uit kleinere groepen, huiselijke omgeving, wat wellicht beter is voor het welbevinden. Maar ook routes, kan ik zien waar de toilet is, kan ik zien waar ik naartoe moet. En het gaat heel erg om het versterken van die eigen regie, eigen kracht en samenredzaamheid van ouderen en hun naasten. Inclusief mensen met dementie. Of mensen van wie we lang gedacht hebben wellicht van, kunnen mensen nog wel eigen regie voeren? Maar in de relatie kunnen mensen dat meestal wel. En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat mensen ook zo lang mogelijk die eigen regie kunnen behouden? En de omgeving en hoe we kijken vanuit de omgeving draagt daaraan bij. En wat onderliggend aan ons onderzoek is, is eigenlijk de stelling of de hypothese dat de zorgomgeving, dus de omgeving waarin we ons verblijven, dat dagelijks leven direct beïnvloedt van ouderen. En met name ouderen die meer afhankelijk worden van hun omgeving, bijvoorbeeld mensen met dementie. En nu denkt u wellicht,
Ja, dat is misschien logisch. Maar als we even doordenken, zien we dat we in het dagelijks leven en in de dagelijkse zorg daar nog lang niet altijd naar handelen. We denken toch vaak dat het functioneren van mensen resultaat is van de ziekte die mensen hebben, de beperkingen die mensen hebben, de hersenziekte wellicht soms die mensen hebben. Maar wij zeggen eigenlijk, nou, door als je de omgeving op een goede manier inricht, kun je dat functioneren veel sterker maken en sterker verhogen. We zien de omgeving als een interventie. En ik heb hier de vorm van een huis gemaakt als je kijkt naar de zorgomgeving, omdat we allemaal beogen dat die omgeving je zo lang mogelijk in staat moet stellen om je eigen leven te kunnen leiden zoals je dat wil. En hoe definiëren wij de omgeving? Er zijn drie elementen die daarin heel belangrijk zijn. En dat is allereerst de fysieke omgeving, de gebouwde omgeving. Hoe ziet het eruit? Denkt u aan de architectuur, binnenruimtes, maar ook buitenruimtes. Kan ik naar buiten? Het groen in de wijkomgeving. En ook de sociale omgeving is van cruciaal belang. Wat we eerdere sprekers ook hebben horen zeggen. Dat gaat om met wie woon je samen? Wie zorgen er voor je? Maar ook de bredere wijk, de bredere buurt. En met wie kom je in contact? De verschillende generaties daarbij. Komen die met elkaar in aanraking? Kunnen die elkaar versterken? En hoe gaan we met mensen om? En die twee samen, hoe de fysieke omgeving wordt gebruikt en de sociale omgeving, wordt eigenlijk bij elkaar gehouden door het dak van het huis. Het dak houdt de muren bij elkaar en hoe wij onze zorg en dienstverlening organiseren. Denkt u aan de normen en waarden die medewerkers hebben, maar ook op bepaalde financieringstromen zitten. Het leiderschap wat we daarin tonen, hoe we die zorg en dienstverlening organiseren, maakt hoe we handelen in die fysieke en sociale ruimte. En wij doen verschillende onderzoeken om te kijken van verschillende type woonvormen. Wat is dan de invloed op de ouderen die daar wonen en met name het mentale welbevinden? En wat we zien, en dat is niet alleen iets in Vlaanderen of in België of in Nederland, maar wereldwijd, is dat we radicale veranderingen zien waarin mensen ingrijpen in die omgevingen. Met name voor meer residentiële vormen van zorg, waar mensen gezamenlijk wonen. Omdat oude vormen niet meer voldoen aan onze nieuwe wensen. En ook niet meer voldoen altijd om dat functioneren zo goed mogelijk te stimuleren. En op deze slide ziet u een grote diversiteit aan woonvormen. En ik denk dat dat ook een goede sleutel is voor de toekomst. We zien bijvoorbeeld knarrenhofjes in Nederland, waarin ouderen zich al relatief vroeg samenpakken. Vanaf een jaar of 50, 55, als er nog niks aan de hand is. Maar mensen verhuizen daar naartoe met het idee van, oh, later kunnen we elkaar wellicht helpen. Alle woningen zijn levensloopbestendig, dus zijn aangepast aan de fysieke noden en wensen. Andere vormen zijn bijvoorbeeld ook de zorgzame buurten of het intergenerationele wonen, waarin jongeren samenwonen met ouderen en elkaar helpen en ondersteunen. En in 2020 is er een mooi rapport verschenen van de Wereld Alzheimer Organisatie, waarin allerlei initiatieven wereldwijd ook gepresenteerd worden. En we hebben een wetenschappelijke studie gedaan wat een beetje deze type allemaal in kaart gebracht heeft. En daar zien we van deze initiatieven een aantal gemeenschappelijke elementen die ondanks de uitingsvorm alle woonvormen met elkaar delen. En de allereerste is het behoud van eigen autonomie, relationele autonomie. Want niet iedereen is dat wellicht voor zichzelf, soms ben je daarvoor afhankelijk van anderen. Maar alle initiatieven zijn erop gericht om de eigen regie, de eigen keuzevrijheid, het samen beslissen te ondersteunen en te promoten. Een ander iets wat ze gemeen hebben met elkaar is een kleinschalige huiselijke omgeving. Dus we stappen af van een meer ziekenhuisachtig model, grootschalig, grote afdelingen, grote kamers. Het is wat huiselijker. Denkt u aan bijvoorbeeld 6, 7, 8, 10 mensen wellicht die met elkaar in één huis wonen en een huishouden vormen. Een ander belangrijk punt linkt aan de organisatie van zorg en dat is dat medewerkers veel meer geïntegreerd gaan werken. Dus dat betekent dat de verzorgende verpleegkundigen niet alleen voor het medisch handelen verantwoordelijk zijn, maar ook helpen activiteiten te doen in de dag, helpen een praatje maken, het huishoudelijke taken doen. Het is allemaal meer geïntegreerd, ook al heeft ieder eigen expertise, maar het gaat erom hoe brengen we dat over. Dus die taakintegratie en integratie van zorgmodel is een belangrijk middel om dat te kunnen realiseren.
Bij andere initiatieven, niet bij iedereen, maar bij een aantal zien we ook die betrokkenheid van de gemeenschap een cruciaal punt. En dat werd door vorige sprekers ook benoemd. Het is niet meer het woonzorghuis of het verpleeghuis geïsoleerd van de samenleving, wat we vroeger toch zagen. In afgesloten afdelingen, meer afgescheiden van de rest van de samenleving. Nee, we willen veel meer toe naar open gemeenschappen waar mensen onderdeel zijn van het sociale systeem in de wijk. En een aantal vormen zoekt specifiek ook de integratie met natuur. Denkt u aan bomen, aan dieren, aan buiten, boerderijelementen wellicht. Dat we denken dat de natuur ook mensen in staat stelt weer een invloed op dat mentale welbevinden. Er is wereldwijd ook een aantal studies gedaan die onderzoek doen naar deze kleinschalige woonvormen. En als we kijken wanneer we naar de effecten van deze woonvormen in vergelijking met meer regulier, traditioneel, grootschalige georganiseerde zorg, zien we eigenlijk weinig effect op de kwaliteit van leven van bewoners en op hun stemming. En dat is wellicht een beetje tegenintuïtief, want dat hadden we wellicht wel verwacht. Wat we wel zien, is dat een aantal specifieke elementen we voordelen zien voor het welbevinden. En dat zit er met name in de sociale interactie. We zien dat mensen die wonen in deze kleinschalige huiselijke omgeving meer sociale interactie hebben. Dat er ook minder vrijheidsbeperkende maatregelen worden genomen. Dus dat mensen meer vrijheid ervaren. En ook minder psychotrope medicatie. Dus daar zitten een aantal aanwijzingen in van die positief zijn. We zien ook dat medewerkers in deze woonvormen andere werkkenmerken ervaren, wat ook een belangrijke sleutel is, denk ik. Zij ervaren meer autonomie in het eigen werk, dus dat ze het eigen werk beter kunnen aanpassen op wensen en behoeften. Ze ervaren meer sociale steun van hun collega's, van hun leidinggevenden. En ze ervaren ook minder ervaren werkbelasting. Familieleden van mensen die wonen in deze woonvormen zijn over het algemeen ook meer tevreden. Nou, we hebben een aantal lessen geleerd van als je al die studies samenneemt. En is het ook dat we het niet zo makkelijk kunnen zeggen dat omgevingen heel dichotoom zijn. Het is een heel continu spectrum van fysieke elementen, sociale elementen en organisatie-elementen. Soms kan een huis er heel kleinschalig en huiselijk uitzien, maar organiseren we de zorg nog vrij klassiek bijvoorbeeld. En dat heeft impact op het welbevinden. En ook is het een belangrijke vraag, hoe meten we dan dat welbevinden? We zien dat dat een dynamisch proces is wat verandert over de tijd. Dus het is ook belangrijk om onze metingen daar rekening mee te houden. Dat we niet een gemiddelde vragen van afgelopen week bijvoorbeeld, maar echt meer in de omgeving ook gaan kijken en meten. We hebben daar in Maastricht een methodiek voor ontwikkeld die heel erg in de omgevingsaspecten meet en tegelijkertijd het welbevinden van mensen op dat moment, herhaaldelijk over de tijd. En die hebben we uitgetest in ook nieuwe vormen van zorg. En dat zijn zorgboerderijen waar ik u graag kennis mee laat maken. Zorgboerderijen zijn oorspronkelijk ontstaan van buiten de gezondheidszorg, vanuit de agrarische sector. En ze combineren dus agrarische activiteiten, denkt u aan dierverzorging of het verbouwen van maïs of dat soort zaken. En ze hebben als een dier en een stuk groen en het is voor diverse doelgroepen. Als we kijken in Nederland zijn er meer dan 600 van deze plekken specifiek voor oudere mensen. Veelal als dagverzorging, waar mensen overdag naartoe gaan. Maar ook in toenemende mate als woonvorm. En wat ze gemeen hebben, niet allemaal zijn operationele agrarische bedrijven, maar ze hebben wel de elementen van de dieren, het groen, verschillende ruimtes en het buiten. En zij zijn een alternatief aan de reguliere woonzorgcentra. En in deze boerderij hebben wij vergeleken met meer reguliere vormen van zorg via die meer dynamische methodiek. En als je kijkt van wat vinden we dan voor resultaten, dat is denk ik een hele belangrijke, en mijn voorganger benoemde het ook. We zien meer activiteiten, meer activering op de zorgboerderijen en veel minder passiviteit, minder rust. Dat is belangrijk, rust roest, denk ik, ook voor ouderen. En het is belangrijk om ons perspectief te veranderen, dat ouderen ook veel kunnen bijdragen. We zien meer sociale interacties en mensen zijn vaker buiten. En u denkt, ja, is dat belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk, want we zagen als mensen buiten zijn, was hun stemming en hun welbevinden ook hoger. Was het meer positieve
bestemming in vergelijking met reguliere huizen. We zagen geen verschillen in kwaliteit van zorgindicatoren. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld hoeveel medewerkers er werken per bewoner, welke protocollen mensen moeten voldoen of andere indicatoren als bijvoorbeeld valincidenten. Dat is positief, want dat betekent dat we iets te kiezen hebben in waar we wonen en waar we willen wonen. En als laatste wil ik kort ingaan van ja, waarom? Ik denk dat het belangrijk is, niet iedereen kan op een boerderij wonen, wil ook op een boerderij wonen. En de vraag is dat uniek voor die setting? Of kunnen we ook bepaalde mechanismen identificeren uit de omgeving die je in principe ook in een stedelijke omgeving of overal zou kunnen toepassen? En is het dan puur het element van het groen of de natuur of is er meer aan de hand? Daar zijn we momenteel ook onderzoeken naar aan het doen en daarin hebben we een aantal lessen geleerd van goh, welke werkingsmechanismen zitten er. Als u weer denkt aan het huis, wat cruciaal is in die omgevingen is dat het de betekenisvolle activiteiten stimuleert. En uw koningin refereerde daar ook weer aan, dat je betekent iets voor een ander. En dat kan inderdaad zijn vanuit het voorlezen van ouderen aan kinderen. Het koken is ook altijd een heel bindende activiteit. Je kan vertellen, vroeger maakte ik altijd de soep op deze manier, waar dat je iets kan doen voor een ander. En het stimuleert de zintuigen. Horen, zien, ruiken, proeven. Dat zijn allemaal hele belangrijke elementen om ouderen goed te kunnen activeren en ook ja, van betekenis te kunnen laten zijn. Daarbij is het belangrijk dat we kijken van hoe creëren we nu zo'n gemeenschap en verantwoorden vrijheid en autonomie. Dat is wat de boerderijen heel erg proberen te bieden. Hoe kunnen we op een verantwoorde manier mensen vrij laten in zijn keuzevrijheid qua beweging van waar wil ik zijn. Maar ook dat gemeenschapsgevoel, niet zo'n onderscheid tussen ja, u woont hier en ik zorg voor u. Maar we zijn allemaal samen en iedereen draagt zijn of haar steentje bij. En ook familie, ook statushouders bijvoorbeeld, asielzoekers die komen nieuw in het land. Wellicht kunnen zij de taal leren van mensen met dementie. Kunnen ze via koken allerlei dingen die ze daarin ontdekken. En dat zorgt allemaal voor die werkingsmechanismen van een gemeenschap creëren. En het laatste wat ik denk ook een hele belangrijke is dat die visie in alle acties van de organisatie moet zitten. En dat het ook continu werk vereist. Het is niet, we bouwen hier één mooie omgeving, maar het vraagt continu iets van ons allemaal die daarin wonen en werken. En zo komen we meer naar het ecosysteem voor welbevinden in het dagelijks leven toe. En ik denk dat dat ook meer in de toekomst zit, dat we moeten gaan nadenken hoe kunnen we onze gemeenschap en maatschappij anders vormgeven in degene die zorg nodig hebben en degene die zorg geven. Waarbij ik veel heil zie in het konvooimodel. En het konvooimodel gaat uit van, je hebt een heel netwerk van mensen om je heen, waarbij op een bepaald moment in de tijd één iemand belangrijker is of meer doet, maar mensen komen en gaan en iedereen kan daar een bepaalde rol in vervullen. En als we nu kijken van wat maakt nu zo'n gemeenschap, de zorgzame buurten, wij zijn daar eerste studies naar aan het doen. De onderste niveau is interactie, dus mensen moeten elkaar kunnen ontmoeten en tegenkomen. Maar alleen de interactie is niet voldoende voor een gemeenschap. De volgende laag zit op die activatie, de interactie moet geactiveerd worden, dat je ook actief kunt participeren. Dat mensen uit een buurt kunnen zeggen, ik wil dit graag doen, dat dat mogelijk gemaakt wordt. En de wederkerigheid, dat we voor elkaar dingen kunnen doen die van betekenis zijn. En ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is, wat ja, niet vanzelf komt, wat we kunnen organiseren. En als die zaken voldaan is, dan zorgt het voor gedeelde normen bijvoorbeeld. Het sense of belonging, dat je ergens je bij hoort voelen, dat je graag onderdeel bent daarvan. En als laatste is het stukje veerkracht. En ik denk dat dat een belangrijke is. Veerkrachtigheid in de kwetsbaarheid van het leven. Het gaat niet altijd goed en het leven komt met ongemakken. Hoe kunnen we daar als gemeenschap ook mee omgaan en dat weer te boven komen? En we zijn nu aan het onderzoeken, bijvoorbeeld in zorgzame buurten of in gemeenschappen. Wat betekent dat voor alle organisaties die dat bouwen? En wat is daarvan de invloed op het mentaal welbevinden van mensen en van ouderen?
En om af te sluiten, een aantal toekomstige directies die ik ook zie voor de workshops hier vanmiddag, waarin dit verder in ter discussie staat. Ik denk dat het heel belangrijk is, de ouderen bestaat niet. Het is een hele grote diverse groep. En dat we meer naar diversiteit in woonmogelijkheden moeten kijken. Juist op de huidige krappe woningmarkt, waarbij verschillende doelgroepen allemaal zoeken naar passende woonvormen. Wellicht kunnen we daar ook meer in combineren. Ouderen met jongeren, het intergenerationele stimuleren en om dat verder door te ontwikkelen om daar toch de goede zorg en dienstverlening te kunnen bieden. Waarbij ook het gebruik van technologie en wellicht ook artificial intelligence op ons kan helpen en medewerkers en zorgverleners kan ondersteunen, ook om mensen meer vrijheid te kunnen geven. We zien ook veranderende rollen, waarbij wellicht het strikte onderscheid tussen de professional, die er wellicht geleerd heeft en betaald voor krijgt, en de informele mantelzorger, gewoon omdat je iemand kent, een naaste voor wie je zorgt, wellicht ook gaat veranderen en minder strikt wordt. En dat we veel meer vanuit een partnerschap gezamenlijk zorg moeten gaan geven. En de impact op de organisatie van het systeem, worden al de geïntegreerde zorg, waarin we ook samen moeten kijken, ja, wat betekent dat dan, het zorg bieden in zo'n netwerk. En ja, als laatste wil ik u hartelijk danken. En ik heb deze sheet gekozen als laatste voor het thuisgevoel. Is toch een kopje koffie of thee. En dat lijkt heel klein, maar het betekent zoveel. Ik kan het voor de ander halen. Ik kan het zetten. We zien kleine dingen in rusthuizen gebeuren waarin bewoners elkaar weer kunnen helpen. Thee is er in alle soorten, maten, culturen. En ik denk dat dat dingen bij elkaar kan brengen wat symbool staat voor je. Voel je je erbij? Voel je je gezien? Voel je je gehoord? Zoals uw koningin ook aangaf. En ik denk dat het belangrijk is dat we daarna blijven kijken. Draagt onze omgeving daaraan bij? Hartelijk dank.